Ik doe een postmasteropleiding. Ik heb een bachelor algemene sociale wetenschappen gedaan. Klinkt interessanter dan het is. Ik heb de master internationale betrekkingen gedaan. Dat is interessanter dan het klinkt. Ja? En ik doe nu een postmaster. Dat betekent dat is een master die kan je pas doen als je een andere master hebt gedaan. En dat is maatschappijwetenschappen. Nou, allemaal hartstikke leuk, maatschappijwetenschappen. Maar dat is dus een verkapte leraaropleiding. Want ik studeer voor leraar te worden. Leraar maatschappijleer. Is daar dan droog brood in te verdienen? Nauwelijks, maar ja, goed. Het haalt me van de straat, zal ik maar zeggen. En op die leraaropleiding werken hele nare mensen. Zo moest ik een opdracht maken als een lesopening bedenken. Dus ik ga voor de klas staan en ik moet een opening bedenken van we gaan het zo doen, zo gaat de les beginnen en dan als we het zo en zo oplossen, dan, weet je, dan zijn de leerlingen meteen gefocust van ja, dat is leuk, zo gaan we het doen, we gaan de hele les doen. Nou, het probleem is als volgt, ik doe die les en ik schrijf hem helemaal uit, ik had iemand vastgebonden aan de muur, dat was dan mijn lesopening. En dan zeggen jullie, oh, wat vinden jullie daarvan? Nou, dat vinden we schandalig, meneer. Nou, hartstikke leuk, vind ik ook. Maar dan zeg ik daarbij, maar wat nou als deze jongen onhandelbaar is? Dat hij alles van tafel slaat en dat hij helemaal... Wow. Wat moeten we dan met zo iemand? Dus denk je, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, precies, dat weten jullie niet. Zien jullie dat een maatschappelijk probleem veel gecompliceerder ligt? Dat je niet kan zeggen, we binden hem vast of we doen iets anders. De maatschappij is niet zwart-wit. Maatschappelijke problemen zijn niet zwart-wit. En voilà, ik heb een soort morele verontwaardiging gecreëerd bij die leerling. En een 3 MAVO-klas. Ik denk, nou, hartstikke leuk. Dus ik mail dat, krijg ik terug. Ja, dit is niet genoeg diepgang zit erin. En dit is een hele interessante kwestie voor de AWBZ. Hè, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Heet jullie allemaal. En dat is dat inkomensafhankelijk. En dat is eigenlijk inkomenspolitiek op een premie die je betaalt. Waar je eigenlijk zelf niks mee te maken hebt. En dan kan je, dan denk ik... Lul, als ik in een VMBO-klas het ga hebben over de AWBZ, over links-rechts, dan is het aan het eind van de les, kijken ze op Blackberry en denken ze, waar ging het over? Nou, het ging over de AWB en links rijden op de weg. Daar hebben we het toch over. Kijk, maar ik snap wat ik bedoel, ik heb hele grote problemen in de klas natuurlijk. Want ik mag niet seksueel gefrustreerd raken. Maar als ik zeg, doe die Blackberry is weg, en die Blackberry die verdwijnt hier, dat is moeilijk. En ik weet, ik ben professioneel jongens, ik raak niet gefrustreerd, maar dat zijn problemen en daar zouden we het eens over moeten hebben op zo'n leraaropleiding. Op zo'n leraaropleiding werken alleen maar mensen die als docent zelf niet geslaagd zijn. Dan krijg ik alle opdrachten lever ik in en dan krijg ik terug, ah, dit en dat. Dus ik bel hem op, ik zeg, kunt u je enigszins voorstellen dat het enigszins naar overkomt, uw mail? Ja, dat was ook de bedoeling. Dat is een leraar, hè? Dus een leraar zegt van je moet goed je best doen en zo. En het was de bedoeling om naar over te komen. Dat soort mensen geven les op een leraaropleiding. Prettige wedstrijd, hartstikke leuk. En dan op dyslexie, hè? Dan kan ik ook wit-hetel worden. Kijk, dat mensen dyslectisch zijn, dat kan. En ik vind dat mensen die dyslectisch zijn, extra tijd moeten krijgen voor tentamens. Want je moet meten of ze goed zijn in geschiedenis en niet of ze snel kunnen lezen. Helemaal mee eens. Maar als er een fout staat op je toets, je schrijft word met DT, terwijl dat helemaal niet nodig is. Zonder van je werk, ik kan gewoon de T weglaten. En ik zeg, deze T moet weggelaten worden. En zij zegt dan, zijn meestal, nou ja goed, of mannen. Ja, maar ik ben dyslectisch. Oh, je bent dyslectisch. Dan mag je niet nadenken ofzo. Als je dyslectisch bent, dan, dan maak ik allemaal fouten. Ik ben dyslectisch. Hè? Dat is makkelijk. Daar heb je lekker voordeel aan dan. Als je dyslectisch bent, krijg je gewoon aan de lopend band. Ik haat dat als excuus wordt gebruikt. Het moet iets zijn wat heel vervelend is en waardoor je hulp krijgt. Het moet niet iets zijn waarvoor je denkt, nou, ik hoef niet meer mijn best te doen. He, want dan heb ik dysautosie. Dan kan ik gewoon 180 over de snelheid. En zo heb ik een hele lijst met mensen waar ik een hekel aan heb. Daar gaan we. Tim de Cler, Anthony Leurling, Arjen Robben, Frits Barend, Barbara Barend, Willem Barend. De hele familie Barend. Sarah Belin, Ibi Affalay, Patty Brak, Andries Knevel, Mahmoud Ahmedini, Jud, Thijs van der Brink, het zeilmeisje, Sanne Wallis de Vries, Agnes Kamp, George W. Bush, Catharine Dikke Dommendoos Keil, Jeroen van der Boom, Kees Jansma, Fleur Agema, Oprah Winfrey, Dr. Phil, Ronald Waterreus, Freek de Jonge en last but not least, Mark van Dommel. Ik ben nog niet klaar. Dan heb ik tevens een hekel aan mensen die richting aangeven terwijl ze helemaal niet naar links kunnen en dat gewoon 10 minuten knipperlicht naar links halen. Voetballers die als ik de bal wil pakken, de bal nog net even voor
voor mijn neus wegtikken. Mensen die bij een leunbalkje van een tramhalte precies in het midden gaan zitten, zodat er niemand links of rechts naast zo iemand kan gaan zitten. Mensen die, als ik baal van een verloren potje, zeg, ach, het is maar een spelletje. Voetgangers die oversteken zonder te kijken. Mensen die lid zijn van de Bond tegen het vloeken. Mensen die posters maken van de Bond tegen het vloeken. Mensen die posters ophangen van de Bond tegen het vloeken. Of eigenlijk, godverdomme, iedereen die ook maar iets te maken heeft met die hele kutte Bond tegen het vloeken. Van die Fransen, dat als jij keurig in het Frans een broodje en twee rozijnenbroodjes bestelt, is je voudrais une baguette et du pain au raisin, s'il vous plaît. Dan in het Engels terug gaan praten. Begon ik niet in het Frans. Mensen die geen richting aangeven op een rotonde. Mensen die het hebben over Latijns in plaats van Latijn. Mensen die voor een winkel staan waar ik graag naar binnen wil en aan mij willen ronselen over een of ander gaar, matig goed doel waar ik al mijn zuurverdiende centjes die ik heb verdiend met het hamburgersbakken aan zou moeten uitgeven. Hele leuke meisjes die niet te regelen zijn omdat ze al 4 jaar een vriendje hebben. Mensen die in de trein zitten en hun muziek op de speaker zetten. Nog erger die mensen die hun muziek op de speaker zetten en een hele slechte muzieksmaak. En nog erger die mensen met diezelfde slechte muzieksmaak. En die ook nog een gehoorprobleem hebben, waardoor dat muziekje heel hard moet. Mensen die zeggen, ja, maar de PVV heeft ook hele goede punten. Ja. Mensen die dan als het stoplicht op oranje springt zeggen, of heel hard gaan remmen. Of mensen die als het stoplicht op oranje springt heel hard gaan remmen en dan op het laatste moment toch nog gas geven. Ja. Zodat zij wel, en ik voor het laatst. Dat zijn de naaiste mensen die ik ken. Of van die mensen met van die witte Nike-petjes en een veel te grote bek voor hun leeftijd. Mensen die zich 's ochtends weigeren te wassen, dan heel hard naar het station fietsen om dan vervolgens 3 kwartier naast mij in de trein te gaan zitten. Over treinen gesproken, mensen die bij een volle tram of trein voor de uitgang gaan staan als een hele beut uit moet. En nog erger, de mensen die als ik ze per ongeluk heel hard aantik, zeggen: oh, doe je nou? Ik ben nog niet klaar. Leerlingen die iets compleet verkeerd doen en dat ik dan zeg: je doet het fout. En dat ze dan zeggen, nou, zo doe ik het altijd. Nou, dan doe je het dus altijd fout, kut. Mensen die mij iets gaan uitleggen en dan doen alsof ik een of andere halve graden debiel ben. Mensen die aan Nordic Walking doen en mensen die erover denken om aan Nordic Walking te doen. Maar het allerergste zijn toch wel die mensen die op Twitter plaatsen, ik ben gefocust. Je kunt niet plaatsen, ik ben gefocust. Als je ergens op gefocust bent, want je plaatst het op Twitter, dus ben je niet gefocust op datgene. Tenzij, je kan schrijven, ik was gefocust, maar er staat, ik ben gefocust. Onvoltooid tegenwoordige tijd, ik ben gefocust. Dan kan het dus nooit gaan over iets wat je deed. Tenzij je gefocust bent op Twitter. Dat kan, je bent gefocust op Twitter. Maar als je schrijft, ik ben gefocust, kun je de berichten niet lezen van anderen. Ben je dus niet gericht op je Twitter, ben je dus niet gefocust op je Twitter, maar ben je bericht aan het schrijven. Dus de enige mogelijkheid dat je gefocust bent, is dat je schrijft. Dat je gefocust bent op het schrijven van, ik ben gefocust. Maar iedereen is gefocust als hij een bericht schrijft. Want je kan niet een bericht schrijven en dan iets compleet anders gaan doen. Want je moet wel kijken of je het goed schrijft. Oftewel, als je een bericht schrijft, ben je altijd daarop gefocust. Dus hoef je mij niet te melden dat je gefocust bent. Dus doe dat dan ook niet. Meisjes die heel erg mooi zijn en lesjes zijn. Kijk. Ik heb heel veel problemen met lesbische vrouwen. En ik zal u vertellen waarom. Homo's, 2 mannen met elkaar, geen probleem. Maar als 2 vrouwen met elkaar gaan, dat betekent dat toch dat er 2 vrouwen minder zijn volgens mannen. Terwijl als er 2 mannen met elkaar gaan, dan hebben wij 2 vrouwen meer. Hoe meer lesbisch, hoe minder vrouwen voor ons. Hoe meer homo's, hoe meer vrouwen voor ons. Dus ik zou zeggen, homo's, ga je gang. Dank u wel.